onderzoek aan gedaan op Jan Maaien, dat op alle plekken van bewoning kun je gras vinden. Ja. Dat zie je ook heel duidelijk direct bij die hutten. De voorkant, daar heb je een stukje gras en voor de rest bijna niet. En op Jan Maaien is het mospakket nog echt wel 20, 30 centimeter dieper. Maar heb je ook alleen maar op de plekken waar hutten zijn geweest, kom je gras tegen. Omdat de betreding, dat is het gras, kan daar juist goed tegen en de rest niet. En misschien ook hooi. Ja. Kijk, hier loopt zo'n waterleiding. Heb je de waterval. Ja. Oh ja, daar zie je ook zo'n gebouwtje naast. Ja. Dit is nog eigenlijk een complete trein, een locomotief bedoel ik. En het blijft hier gewoon liggen totdat het helemaal weg is. Ja, maar het is allemaal zwaar beschermd, dus ze proberen het... Maar ze doen er niks mee verder, toch? Nee, het is gewoon zoals het is. Hier. En dat is het. Ja, maar dat is dus eigenlijk wel het mooie. In Antarctica hebben ze restauraties gedaan van al hun materiaal, maar dat is een heel ingewikkelde discussie. Want als het te nieuw is, dan is het ook niet meer. Zeg maar, nee, als dit allemaal blinkt was. Origineel. Dus bijvoorbeeld de trein in de locomotief in die oude, die is helemaal vernieuwd. Ja. En dan is het toch weer wat ingewikkeld wat je ermee doet. En hoe oud is het nou wat hier staat? Van 1924 of zo. Maar ik weet het niet precies. Ja. Kijk, dit is...